Deze keer rijden we vanaf Guadamar, dwars door Spanje via Ciudad Real, naar Portugal. Vlak voor de Portugese grens, ongeveer 70 kilometer voor de grens, ligt de stad Mérida. Mérida is gesticht in 25 voor Christus door de Romeinse keizer Augustus. Hier zijn nog veel monumenten uit die tijd gedeeltelijk bewaard gebleven, zoals het aquaduct en het amfitheater, waar gevechten tussen gladiatoren en wilde dieren werden gehouden. We rijden nu door naar Évora in Portugal. Évora is bekend door de kurkindustrie, want de hele omgeving staat vol met kurkeiken. Overal in de stad zijn er winkeltjes met producten van kurk. In Portugal se diz pastor, guardando ovelhas. We bezoeken de Capella des Ossos, een kapel uit de 15e eeuw, die gebouwd was in een kerk. Hier liggen meer dan 5000 schedels en botten opgeslagen van monniken die daar hebben gewerkt en geleefd. We komen op het Giraldoplein. Dit is het middelpunt van de stad met allerlei winkeltjes onder een galerij. Op dit langgerekte plein werden vroeger terechtstellingen uitgevoerd. Er staat ook nog een fontein van marmer uit 1571. Uit de Romeinse tijd, en dan hebben we het over de 2e eeuw van Christus, staat hier nog de resten van de Diana-tempel.
Dichtbij staat de vroeg gotische kathedraal, gebouwd van 1186 tot 1204, met een klooster uit de 14e eeuw. Zijn. Moet je mijn bandje zien? Van Kerk. Oei, oei, oei. Dus... Laat me eens om. Deze? Huh? Van Dido. In een van de leuke eethuisjes genieten we van iets typisch Portugees. Een groene vissoep, waar je blokjes brood in sopt. En Frank heeft varkenswangetjes in rode wijn met honing klaargemaakt. Eenmaal in de stad wandelen we door een prachtige winkelstraat naar in de verte een poort. De poort heet de Arche Triomphal. Als we daar aangekomen zijn, ligt daar een groot plein met rondom gebouwen van de ministeries. We lopen verder over het plein tot aan het water. Dit is de rivier de Taag. We zijn inmiddels een heel eind omhoog geklommen en geklauterd over spekgladde keitjes en steentjes naar de hoger gelegen kerk Santa Maria uit de 12e eeuw. Deze staat in de wijk Alfama. Een heel bekende oude wijk waar 's avonds laat de fado-muziek wordt gezongen.
sei. Vivo um poema cantado. Nog verder hogerop staat het kasteel van San Jorge. De oorsprong gaat terug tot in de ijzertijd. De getande muur met zijn 10 torens springt het meest in het oog. Van hieruit heb je een prachtig uitzicht over de stad. En dat maakt de klim hier naar boven echt de moeite waard. Deze avond zijn we met de metalen lift naar boven gegaan en op het terras van deze lift zien we de kerk zonder dak, een van de attracties van Lissabon. Dat deze kerk geen dak meer heeft, is veroorzaakt door een vroegere aardbeving en nooit meer hersteld. Vanwege het slechte weer pakken we de bus en rijden naar de wijk Berlin. Hier aan de Taag staat ook een standbeeld wat gebouwd is ter ere van de ontdekkingsreizigers. En van hieraf is op het plein een grote ster te zien in mozaïeksteentjes, waarop de wereld afgebeeld staat, met daarop de Portugese koloniën. De toren van Belém stamt uit de 16e eeuw. Het was zowel een verdedigingstoren aan de oever van de Taag, maar ook een toegangspoort tot de stad. Want oorspronkelijk stond de toren op een klein eilandje in het midden van de Taag. Maar door die grote aardbeving van 1755 wijzigde de loop van de rivier zich en ligt de toren nu vrijwel tegen de kade aan. We rijden door naar Sintra. Dit plaatsje staat ook op de lijst van het Werelderfgoed. Hier bekijken we het vroegere zomerpaleis van de koning. Als we weer naar beneden afdalen naar het dal, zien we het gemeentehuis, wat heel herkenbaar is aan de twee typische torens.
de meest westelijke punt van Europa, Cabo de Roca. Deze westkust blijft ons boeien en we rijden via deze kust door de Algarve, via de plaats Arifana, helemaal naar het zuiden, naar de middeleeuwse stad Lagos. Eenmaal over de Spaanse grens treffen we een prachtig hotelletje aan in Lippe, in de provincie Huelva. Daar is onze laatste overnachting voordat we weer huiswaarts keren.